Zaanstad 2018. Steeds meer mensen zoeken een woning. Zaankanters, maar ook mensen uit de regio. Helaas lukt dat vaak niet. Er is onvoldoende te kiezen, vooral voor mensen met weinig geld. De rijen worden langer. We hebben niet alleen te weinig woningen. Ook de kwaliteit van veel woningen kan beter, zodat ze passender en duurzamer zijn. Daar gaan wij als gemeente Zaanstad, woningcorporaties en huurdersorganisaties wat aan doen. Zo gaan we samen zorgen voor meer nieuwbouw. We zijn ambitieus. We willen 20.000 woningen bijbouwen tot 2040. De woningcorporaties willen een aanzienlijk deel van die nieuwbouw bestemmen voor mensen met lage inkomens. In 2018 starten we met de voorbereidingen voor de nieuwbouw. Ook pakken we de kwaliteit van een aantal woningen aan in 2018. Dat doen we door 484 woningen te renoveren, 186 woningen aan te pakken voor mensen die minder goed ter been zijn en meer dan 1000 woningen energiezuiniger te maken. En dat is nog maar het begin. Duurzaamheid is voor ons belangrijk. Natuurlijk om het milieu te beschermen en het levert huurders lagere woonlasten op. We zoeken daarbij voortdurend naar een optimale mix tussen betaalbare huren en duurzame woningen. Door samen op te trekken en van elkaar te leren, gaat ons dat lukken in Zaanstad. De huurdersorganisaties maken zich hard om de huurders te betrekken bij de voorlichting over duurzaamheid en energiegebruik. We gaan tot slot iets doen aan de manier waarop sociale huurwoningen verdeeld worden. Zo willen we mensen die met spoed een woning zoeken beter helpen. Dat is best lastig. De komende tijd gaan we met alle gemeentes en woningcorporaties in de regio het gesprek aan hoe we dat zo goed mogelijk kunnen regelen. Genoeg te doen dus. We gaan aan de slag. Samen maken we Zaanstad toekomstbestendig door extra woningen te bouwen, kortere wachttijden voor woningzoekenden te realiseren, passende woningen te maken voor mensen die het nodig hebben en tot slot woningen te verbeteren en duurzamer te maken.